PND Real Estate zal 3250 woningen bouwen te Altona Village in Vredenburg-Wanica. De woningen worden gebouwd op een terrein van 400 hectare. Zondag vond de eerste steenlegging plaats in aanwezigheid van president DC Bouterse, vicepresident Ashwin Adin en enkele leden van de ministerraad. De districtscommissarissen Audrey Hankers en Wit Prakash Julum Singh van Wanica gaven ook acte de présence. Voor een succesvolle uitvoering van het project werkt PND Real Estate samen met de overheid, het aannemingsbedrijf Sudong en de Hakering en Finabank. Bouterse was vol lof over directeur Sarwan Kumar Punai van PND Real Estate. U hoort ook vicepresident Adin, die opmerkte dat public-private partnership altijd werkt voor een land. Miwang jiwang biji tanyi, wa biji applaus, ji apreksa ujasonoro. En als we gaan stap met sabitak, mino konfu eerste steen leggen, want bij de allergische gasanati eerste steen leggen, mina stroto me opraten. Mino, dat gaan we eerste steen leggen. Maar ik heb er. Maar ik ben ervan overtuigd, dat die nange deskundigheid, nange ervaring zijn maar bouw op in de afgelopen jaren. Met zo'n stukje financial power erachter. Maar voornamelijk vertrouwen dat die, lekker met dat vaak, wie is van is ook moeilijk, gaat dan de vrienden konden die zijn. Integendeel. A vertrouwen en miwaji alles wat aan het aan je zijn. Je hebt dat gewoon zie dege. Praten hier tak no jongens, maar abaragatra organisatie, maar kulip dat zijn die. Terwijl abaragatra organisatie, wij bouwen ook zo. De small go ego, maar wij bouwen wel. De Swanica, Suriname. Laten we napraten dat PPP overheid samen met bedrijfsleven voor ontwikkeling werkt. Laten we daarbij nadenken over onze eigen ontwikkelingsbijdrage voor dit land. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën verzocht de mensen die belangstelling hebben voor een koopwoning vooral hun financiële verplichtingen na te komen. Laat u zich begeleiden als u financieel niet die onderlegd bent. Vraagt u alles. We hebben betrouwbare bankiers, die kunnen met u samen zitten, maar zorg ervoor dat dit, dat zo prachtig is, van u kan worden. Er is geen kostbaarder bezit, naast je gezondheid en je gezin natuurlijk, dan het eigen huis te beginnen. Je eigendom begint met je eerste eigen huis. Heel veel succes, PND Real Estate, hartelijk bedankt. Bankiers, bedankt voor je ondersteuning. Ik hoop dat het zich reflecteert in de cijfers. Maar ik ben heel blij met dit heugelijke moment. En ik zou zeggen, let it begin. Op het project zullen er zowel moderne als sociale 2 en 3 slaapkamerwoningen verrijzen. De sociale woningen zullen door de lokale banken gefinancierd worden, terwijl een klant die een moderne woning wil, interne financiering kan aanvragen bij PND Real Estate.